Dan wordt het uitstekend gedaan. En dat was, ja, was toch wel leuk. We hadden het uitstekend gedaan. En dat was, ja, was toch wel leuk. Uiteraard. Maar ja, het bleef natuurlijk, men bleef ons een beetje met gefronste wenkbrauwen bekijken. Want iedereen vond het wel leuk. Maar die dacht, ja, wat gebeurt hier allemaal? Hè? Dat, en toen was een van die hoofdopzichters. Hij zei, nou, hij zegt, we hebben wel eens jaren geleden een team van de VARA hier gehad. Hij zegt, maar die bakte er in wezen helemaal niks van. Hij zegt, maar wat jullie hier presteren, dat is uit de kunst. En nou ja, dat sterkt je natuurlijk in je beweegreden om te zeggen, nou, we gaan door, want we schijnen dat toch wel goed te doen. Ja, uiteraard. En dan praat ik nog niet eens over de reacties per telefoon, want daar is dus ook de Klosnacht uit ontstaan. Klosnacht, dat was dus ook een stokpaardje van me. En dat was dus zaterdagavond na 12 uur. Dan hadden we dus het gesprek met, nou ja, dat variëren van Den Haag tot Dordrecht en Breda en half Rotterdam. En er waren er een hoop klachten na aantal maanden, vooral van de jongens buiten Rotterdam die dan belden. Ze zeiden, ja, wij moeten altijd eerst 010 bellen en anders komen we niet tussen. We zeiden, nou, dan nemen we twee telefoons. Maar ja, dat hielp ook niet, want het was niet aan te werken. Er zijn programma's van Free Radio, daar zijn twee telefoonlijnen in gebruik, hè? Ja. En die zijn dan constant bezet bij de Klosnachten. Ja. Ja. Even terug naar 1985. Het kwam bij jullie vandaan, vanuit de Spuikreek. Spuikreek, hoor. Dat wist trouwens heel IJsselmond. En verder buiten heb ik me laten vertellen. Dus. Ja. Het ging allemaal goed daar. We zaten daar 7 dagen van de week, 24 uur per dag. 168 uur per week. Meer uren zijn er niet, was destijds de slogan. Ja. Gemaakt door Ron Beurt. Ja. 1985, we waren nieuwslezers. Het station draaide echt als een trein. Ja, als een trein. Als een volwaardig radiostation. Ja. Als een lokaal radiostation. Dan komen we op de Disco Dansmarathon. In Alcazar? Ja. Ja, het 5-jarig bestaan. Daar ook wilden we dus. Dat was dus het officiële 5-jarig bestaan. We zijn dus maar op een gegeven moment hebben gezegd van, nou, we zullen maar gaan tellen. Vanaf de periode dat we ongeveer, dat we dus echt goed bezig waren. Weet je welke dag dat was? Dick? Het was op 16 augustus. 16 augustus. Ja. Dat is een hele frappante datum. Ja, dat is een hele rare datum bij ons. Ja. 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 Aan de ene kant een fantastische datum. En aan de andere kant, we zijn er ook een paar keer op 16 augustus uitgehaald. Dus dat was minder plezierig. Die dansmarathon, ja, dat zijn we dus in eerste instantie zijn we die dansmarathon gaan doen. En later kregen we dus dat 5-jarig bestaan. En we wilden dat eigenlijk leuk met z'n allen in Alcazar doen. Maar dat liep compleet uit de hand, want er kwamen geloof ik 1500 mannen toe. En optredens van artiesten, Hans de Boy ja, is geweest. Hans de Boy en ja, het was echt een gekkenhuis die jaar, we werden nog heel goed. Ja. We zijn ook als Free Radio zijnde op televisie geweest, meermalen zelfs. Ja, bij de AVRO. We kregen eerst een verzoek of dat zij dus bij ons mocht filmen. Ik zei, nou, dat is prima zaak. Als je maar niet door het raam heen naar buiten filmt, zodat het dus helemaal bekend wordt. Want dan staan er dadelijk 500 man voor de deur om allemaal de studio te bezoeken. En dat was nou ook weer niet de bedoeling natuurlijk. Maar die jongens van de AVRO zijn geweest en die hebben daar een hele leuke reportage over gemaakt. En die we later ook op televisie hebben teruggezien. En gelijk met ons hadden ze dus ook een reportage gemaakt uit Den Haag. Alleen vond ik persoonlijk, maar dat is misschien een persoonlijke smaak, dat de jongens uit Den Haag die er minder positief uitkwamen als wij. Ja. Dat vond ik vond dat niet zo leuk wat ze dus daar in Den Haag opgenomen hadden. Nou, even globaal zeggend, je hoorde vaak geluiden ook in die jaren dat we illegaal waren. Er waren natuurlijk ook andere radiostations. Wij stonden daar boven. De relatie met andere radiostations, kan je er iets over vertellen? Nou, wij hadden niet zo gek veel contact met andere radiostations. Want inmiddels, wat ik dus in aanvang al zei, we hebben dus vooral de eerste jaren erg goed naar Hofstad geluisterd. Maar die jongens die waren al veel eerder echt zijn die voor de bijl gegaan. Dus die moesten, maar die deden het heel erg goed. Maar daar hebben we een hoop van opgestoken. Maar van de andere radiostations, nou ja, we hebben nooit geen oorlog gevoerd. Hè. Men beweerde dat wel eens in de krant, dat we elkaar te vuur en te zwaard zouden bestrijden. Nou, dat is per se niet waar. Ja, we hebben dus, we hadden wel contacten met elkaar. Zeer zeker als er weer een van de andere, vooral Rotterdam stations, eruit gehaald was. Dat men dus zei van, nou, ze zijn weer bezig hoor. En dat varieerde zo, hè? Want soms dan draaide je 3-4 maanden zonder dat je iemand zag. En dan ineens dan stonden ze binnen een maand 2 keer bij je op de stoep. Ja, dan komen we ook naar een minder prettig gedeelte, zeg maar, van de geschiedenis van Free Radio als illegale zender. Het begin van 1987, eigenlijk wel de definitieve klappen voor het radiostation op 105.8. Ja, dat was een definitieve klap. Toen hebben we dus ook gezegd van, nou, nu stoppen we ermee. Want ten eerste was het de 42e keer. In de tweede plaats werd de hele discotheek meegenomen. Er waren 15.000 platen. En toen bleef er ook echt helemaal niks bestaan. Geen zender. Maar toen was helaas de heer Otte overleden. En als
Ja, dat is een hele vreemde gang van zaken. Wij hebben als Free Radio hebben wij op uitdrukkelijk verzoek van de familie, en dat had meneer Otte ook bedisseld met zijn familie, zoals gezegd van, als ik ooit kom te overlijden, dan moet je aan de jongens van Free Radio vragen of ze me uitvaartmuziek willen draaien. En dat hebben we ook gedaan, tijdens de crematie. Heel typisch, hè? Dat je toch zo'n sympathie kan hebben bij ook instanties die eigenlijk behoren te bestrijden. Dat typeert de band die wij dus hadden met de radiocontroledienst. Ja. Uitspraken van een van deze ambtenaren is ook wel eens geweest van, nou, als jullie ooit, jullie moeten een legalisatie aanvragen. En als jullie dat niet halen, vreet ik mijn schoenzolen op. Maar toen na de 42e keer, toen de hele mikmak werd meegenomen, toen hebben we nog een avond, hebben we dus via de luisteraars, hebben we nog wat platen ingezameld. En dat liep gewoon storm. In tijd van een wip hadden we weer 3.000-4.000 platen. Maar toen kwamen ze de andere dag terug, toen namen ze die ook mee. En toen hebben we dus definitief gezegd, jongens, nu stopt erop. Ja, de sfeer was ook heel anders toen bij die laatste inbeslagnames. Ja, het was allemaal veel agressiever en veel... Ja, dat was niet leuk meer. Nee, dat was niet leuk meer. Nou, toen hebben we een klein jaartje, dacht ik, hebben we even niks gedaan, zal ik maar zeggen. Althans op radiogebied. Wonden gelikt en bezonnen op de toekomst. En toen? Aangevraagd. Bij Stadsomroep Rotterdam of we op de kabel mochten. En toen kwamen we per... Dat was geen punt. Nee, toen zaten we eerst op de kabel op 100.6. Ja. 'Smiddags, in het weekend. Ja. Later 99.6. En de laatste anderhalf jaar eigenlijk op de Stadsradio. Als je nou terugkijkt, Dick, op al die jaren, al die dingen die je hebt meegemaakt. Ik bedoel, je kan er bij wijze van spreken, je zou er een boek over kunnen schrijven. En ik weet zeker dat het zou nog verkocht worden ook. Twee boeken. Heel kort, je leukste herinnering. Piratentijd. Ja? Ja, zonder meer. Vrije jongens, helemaal vrij. Natuurlijk altijd een zekere spanning van komen ze er wel of komen ze niet. Maar je kon het helemaal vrij doen. Je was helemaal vrij. Hè? Zo gauw toen we dus eenmaal met de Stadsomroep in contact kwamen. Nou ja, dan krijg je een boekwerk met regeltjes wat je allemaal wel en wat je allemaal niet mag. Daar moet je dus een half jurist voor zijn, want anders kom je er niet uit. En dat is ook de reden dat we dus vandaag voor het laatst draaien. Maar ik moet er wel bij zeggen dat de manier waarop het nu gegaan is, dat is een beetje knullig natuurlijk. Hè. Dat is, kijk, ik blijf erbij dat dit een verkapte vriendjespolitiek is. Hè. Je kan dus, daarom zei ik dus net al, de jongens van de RCD die streden met open vizier. En hier wordt achter je rug om, hè, wordt er dus eventjes uitgemaakt van je hebt dan hier en daar heb je dus de regeltjes overtreden. Andere stations zijn er, die zijn dus ook geweerd, Atlantis en dan Jongeren Radio Nieuws. Maar die kregen dus eerst wat waarschuwingen en een briefje. Wij hebben die helaas nooit gehad. En ons werd ineens gezegd van jullie hebben op 8 punten de regels overtreden, dus wegwezen. Als je nou terugkijkt op al die jaren, Dick, laatste vraag. Zou je het over willen doen? Ja, zonder meer. Ja. Maar dan wel in dezelfde tijd natuurlijk. Hè? Uiteraard. Dick, bedankt en veel succes met de toekomst. Graag gedaan en goed luisteren naar 106.4 hè, in Barendrecht, want daar gaan we gewoon door. Dat zullen we zeker doen. Oké, Jan. You've made me so very happy. Free Radio Rotterdam. Het is 10:15. Tegenover mij zit... Free Radio Rotterdam. Hier heb je Frank. Dat is wel de kampioen. Frank. Ah, Jan. Welkom. Dank je. Op deze toch wel trieste avond voor de Rotterdamse radio. Je kan het wel zeggen, ja. Hoe is het met je? Warm. En het ergste, dat komt straks als we in de auto zitten als we naar huis toe rijden. Dan is het afgelopen, hè? Ja, dan is het over. Wanneer is het voor jou begonnen bij Free Radio, Frank? Nou, ik zal je vertellen, Jan. Ik zei het zojuist ook al tegen Mark. Het is vandaag 15 augustus 1990. En mijn eerste dag bij Free Radio Rotterdam is dus begonnen op 15 augustus 1983. En daar ben ik begonnen met het opnemen van non-stop muziek, banden achter elkaar. Hoe kwam je bij Free Radio? Ik had een keer een oproep gehoord van Dickie van der Lee. Die vroeg om medewerkers, een bandje gemaakt met huistuinen en keukenapparatuur. Dat was totaal helemaal niets natuurlijk. Afgewezen, terecht, wat mij betreft. Ja hoor. Na enkele maanden hoorde ik weer een of andere oproep. En ik dacht van, nou, ik ga toch maar weer schrijven. En toen ineens werd ik gebeld op op die 15 augustus 1983 dan. Of ik langs wilde komen, want er werd over een uurtje gestart met het opnemen van de nieuwe non-stop band. En of ik daar dan even bij wilde zijn. Nou, natuurlijk. Toch prachtig. Dus de kriebels in je bloed en op weg naar, ja, dat was toen destijds de Randweg. En zo is het begonnen. En de fouten die hoorde je zelf wel. Je leert door te luisteren naar je eigen programma.
Nou ja, daarna het non-stop gebeuren, jaren achter elkaar gedaan. Ook de spanning meegemaakt van het uit de lucht halen. Het was niet alleen banden opnemen, maar we hadden de eigen uurtjes op vrijdagavond tussen 6 en 7. En op maandagavond tussen 6 en 7. Op zondag non-stop op verzoek. Het programma is weer terug, heb ik gehoord. Ergens anders. Op een ander lokaal radiostation. Ja, ik dacht in de buurt van Barendrecht. Heel leuk. Ja, nou ja, zo is die non-stop tijd eigenlijk voor mij begonnen. Je hebt de hele illegale periode van Radio alleen maar non-stop gedraaid? De illegale periode tot het laatst eigenlijk. Nou, laat ik zeggen, de laatste 2 maanden op de dinsdagmiddag ben ik begonnen met de platen 2 om 2 te draaien. Omdat we een collega hadden die zat veel liever in het café dan dat hij op de radio zat eigenlijk. Dus ja, en om dag en nacht die non-stop banden te draaien. De mensen die konden zo haast uit elkaar, die dingen. Dus nou, toen begon het eigenlijk. Het kwekken op de radio. Later ben je ook gaan presenteren op de stadsradio, op de kabel van Radio Legaal. Wat ga je in de toekomst doen? De toekomst? Ja, goed nadenken, hè? Ik weet het niet. Barendrecht zijn we op zaterdag al bezig natuurlijk. En ja, of we dat uit gaan breiden. Ik kan er nog niks over zeggen. Ik denk dat ik een aardige moeilijke tijd tegemoet... Als een van de... Ja. Van de basismensen van Frideo, zeg maar. Er is één verhaal over jou in omloop, Frank. Over die handboeien. Die handboeien. Hoe zit dat nou? Dat heeft wat teweeg gebracht, zeg toen. Nou, het was dus op maandag, had ik mijn uurtje tussen 6 en 7, het non-stop gebeuren. En nou, pingpong, om 7:15 als 1 keer de bel ging, dan wist je het wel. Dus stond de RCD voor de deur. Dat was na het overlijden van de opsporingsambtenaar, de heer Otten. En nou, daar werd dus echt in 1 keer alles meegenomen door een mannetje of 6. En, ja, een trillende Hans, een trillende Bakker. Nou, een hele trillende familie Ziegelman eigenlijk. Het was binnen een half uurtje was alles weg. En ja, wat dan? Nou, tot ik dacht 1:30 s'nachts toch weer in de weer geweest om het zootje weer op te bouwen. Dat is aardig gelukt. En 8:00 toen zat er een nieuwe disjockey, die was net 2 dagen in dienst. En ja, die wist ook niet wat hem overkwam eigenlijk. Maar ach, voor ons was het normaal als alles weg was gehaald. Hans zet wel weer nieuwe spullen neer eigenlijk. Vanaf 8:00 kwam dus de oproep om platen in te zamelen bij de luisteraars. En de telefoon die heeft echt rood gloeiend gestaan. We hadden toen een rode telefoon, die werd zelfs ook in beslag genomen. Zo erg was het. Tot 's avonds 7:15. Ton van de Zee die draaide weer non-stop. Pingpong en weer was weg heel de toestand. En toen hebben we gemene dingen gedaan eigenlijk, hè? Ja. Toen heb jij later op de radio, de dag daarna op de radio gezegd? Dat was op dinsdagmiddag, ja sorry. Het was op dinsdagmiddag tussen 2 en 4, 2 om 2 bij Bakker. En ik dacht van nou, laat ik ook maar zo'n opmerking plaatsen in mijn onervarenheid. Ja. En dan had ik het over de streamen in mijn handen van de handboeien. En dat werd me niet echt in dank afgenomen, want dat was helemaal niet zo natuurlijk, maar... Ja, dat... Later bleken die mensen dat gehoord te hebben, dat jij dat gezegd hebt. Ja, die waren ook niet achterlijk. Die hebben de boel opgenomen. En die wisten dat precies te vertellen, de volgende avond dus om 7:15. Frank, zo gaat het nog eenmaal. Ja, zo gaat het. Een plaat. Een plaat. De laatste plaat op Frideo, wat jou betreft. Ja. Je hebt er een heleboel gedraaid, denk ik, de afgelopen jaren. Ik kan ze niet allemaal meer uit mijn hoofd, maar het zijn er heel wat geweest. De laatste, wat is dat? Chicago hadden we scherp staan. It's hard to say I'm sorry. CD, Mark. Frank, bedankt. En we spreken elkaar nog. Ja, oké. Goed. Een van de favoriete platen van Frank Bakker is van Chicago. Blijft 1982. Plaat heet Hard to Say I'm Sorry. Mark van Dalen. Free Radio Rotterdam. Daar zat hij dan, Mark van Dalen. Dat is nog eens een jingle. Dank u wel. Mark, net je laatste show gedaan, tussen 19, voor Free Radio. Het valt jou zwaar, begrijp ik, hè, vanavond. Ja, ik vind het. Ik voel me genaaid. Echt waar. Dat is duidelijk. Even terug naar het begin. Wanneer begon jij met Free Radio? Free Radio Rotterdam, 105.8 in 1983 was dat. Dat was met bandprogramma's. Dat nam ik toen op. En Free Radio zond toen de hele week non-stop uit. En in het weekend. En woensdag, donderdag en vrijdagavond. Gepresenteerd, het hele weekend gepresenteerd en door de week was het non-stop. En ik had dan een bandprogramma van 5 tot 6, inhalen heette dat. En ja, dat werd elke dag uitgezonden tussen de non-stop door. En als mijn programma dan afgelopen was, dan ging de non-stop er weer in. En hoe lang heeft dat geduurd? Niet zo lang heb ik begrepen. Nee, na 3 maanden toen... ja, ik was nogal enthousiast in die tijd met radio. Nog steeds eigenlijk hoor. Ik vond het allemaal heel erg leuk. En ja, toen zat ik ook bij een andere piraat. Havenstad, en dat waardeerden ze toch niet bij Free Radio. Je zit bij 1 station en daar maak je je hard voor. En voor de rest, sluis. Dus
Exit Mark van Dalen. En toen, een jaar later, toen kwam ik weer terug. Via via, je raakt aan de praat en we hebben voor 's ochtends nog een discjockey nodig. En toen heb ik vanaf 84 tot 86 heb ik ochtendprogramma gedaan, van 8 tot 10. Het bekende legendarische kom uit de bed, stem en liefste. Ja, bijna net zo legendarisch als de Blackout. Ja, dat is een ander verhaal. Je hebt heel de tijd bij Free Radio gezeten, tot het afgelopen was, 1987. Ja, ik ben eerst nog een poos weg geweest, toen heb ik voor die radioboot gewerkt, van Radio Monique. Ja. Dat was heel leuk. En daarna was het afgelopen, want ik kreeg mijn geld steeds niet op tijd. Toen kwam ik maar weer terug. Dat was tijdens de disco-marathon. Toen kwam ik eens op visite en toen zeiden ze, ja, we hebben nog discjockey, dan ga je even draaien. Ja, leuk. Dus ja, toen vond ik het natuurlijk wel weer hartstikke leuk om weer te draaien. En weer je ochtendshowtje? Ja, wel weer gedaan. Middagshowtje inhalen? Ja. Allemaal. Tot het afgelopen was, illegale periode afgelopen. Toen heb jij wat anders gedaan? Nou, toen eerste poosje niet. Toen miste ik het eigenlijk wel. Toen heb ik bij een lokale omroep in Zoetermeer gezeten. Nou, dat vond ik zo afgrijzelijk. De LOZ was dat. En de hele week was dat klassieke muziek en hele lichte muziek. En op zaterdagmiddag mochten wij dan het jongerenprogramma presenteren. Ja. Nou, dat was op locatie steeds. Nee. Dat is geen leuke periode. Wat heb je daarna gedaan? Nou, daarna kwam ik iemand tegen. En die vertelde tegen mij een heel leuk plan wat hij toen had. Om op de kabel in Rotterdam jongerenradio te gaan beginnen. Ach, ga weg. Ja. En er was niks meer. Er was geen Free Radio Rotterdam meer. En ik dacht, hey, gaaf, op de kabel, legaal. En jongerenradio, leuk plaatjes draaien. Dus ik vond dat wel wat. Nou, en toen was nieuws geboren. Ik durf het hier haast niet uit te spreken. Nou, het mag hoor. Vanavond mag het. Je hebt er een tijdje gezeten. Ja, en toen... Ondertussen kwam Free Radio weer terug. Ja. Na een maand of 3, 4, toen dachten ze bij Free Radio het kerntje, het groepje wat nog overgebleven was. Van, hey, wat zij kunnen, dat kunnen wij nog veel beter. En toen begon Free Radio legaal op 100.6. En ik vergeet nooit meer dat ik hier op de eerste uitzendmiddag was. Er beginnen een paar mensen te lachen hier zo. Ik dacht dat ik op dezelfde plek zat. Toen stond ik met tranen in mijn ogen achter het raam hier zo. Toen de eerste uitzending. Ik dacht van, hey, dat gaat niet goed met mij. Ik hoor hier en niet daar. Nou, toen heeft het nog een poosje geduurd en toen ben ik overgestapt. Ja, teruggekeerd op moeders nestje eigenlijk weer. Ja. Je hebt er eigenlijk de laatste anderhalf jaar bij gezeten, de laatste 2 jaar eigenlijk. Ja. Hittown gedaan, elke avond tussen 9 en 10. Leuk programma. Hittown begon eigenlijk het begin toen we op 102.7 zaten. Zaten we vanaf 10 uur 's avonds. Wij werden afgescheept met 2 uurtjes 's avonds. Alle andere omroepen hadden de goede uren en wij werden afgescheept. Dus het is eigenlijk vanaf het begin, toen we legaal waren, is het fout gegaan met Free Radio. We waren steeds het ondergeschoven kindje. En toen kregen we 1 uur erbij, omdat Transatlantic, die werd van de ether afgeweerd. Toen kregen we s'avonds 1 uur erbij, van 9 tot 10. Ja, wat moeten we daar nou mee? Nou, dus gewoon 1 uurtje gevuld en het is heel later is het eigenlijk opgebouwd met Hittown. De laatste Hittown geweest vanavond, wat ga je doen in de toekomst? Nou, lekker Barendrecht FM natuurlijk doen, want dat doen we van 6 tot 7 natuurlijk, het ook Hittown. Dus eigenlijk een beetje op dezelfde voet verder en eens kijken of dat er misschien in Rotterdam binnenkort nog wat te doen valt. Maar we gaan eerst lekker vakantie nemen. Dat lijkt me een goed idee. Ja. Heb je nog een plaat, de laatste plaat die je mag draaien op Free Radio Rotterdam? Ja, ik ben de laatste tijd nogal in trance van de blues. En dit vind ik zo gaaf, dit van Flavium. Nobody knows you when you're down and out. Favoriete plaat van Mark van Dalen. Disjockey bij Free Radio Rotterdam. Tot en met vanavond. Flavium, wat je wilt. Nobody knows you when you're down and out. 3:53. Welkom bij het allerlaatste uur van dit radiostation Free Radio Rotterdam. Het meest gelimiteerd, maar nog nooit geëvenaard. Free Radio Rotterdam. Tegenover mij de andere disjockey, René van der West. Dag Jan. We kennen jou. Midtown Disco Dance Top 50. Discotheek Network. René, welkom op de laatste uitzendavond van Free Radio Rotterdam. Vroeger disjockey op de 105.8 MHz. Dat klopt inderdaad. 105.8, dat was de frequentie, de legendarische frequentie, kunnen we langzamerhand wel vaststellen. Waarop mijn persoon is te beluisteren viel. En dat is al een hele tijd geleden. Hoe lang geleden weet ik al niet precies meer. Maar ik denk ook zo rond het jaar 1984 dat voor het eerst mijn stemgeluid via de 105.8, de illegale ether was er toen nog, ingestuurd werd. En hoe kwam je zo bij Free Radio? Het was vroeger
was het zo dat ik in Dordrecht woonde en dat bij mij in de huiskamer in ieder geval vaak Free Radio Rotterdam opstond. En ik vond het eigenlijk een hele eer om voor zo'n professioneel radiostation, wat het toen toch ook duidelijk was, om daar te mogen draaien. Dus ik heb toen een cassettebandje opgestuurd en op die manier ben ik geloof ik uit 62 aanmeldingen tevoorschijn gekomen. Je eerste programma? Hoe heette dat? Dat zou ik me bijna niet meer kunnen herinneren, maar ik weet wel dat in de beginperiode mijn programma, dacht ik, ochtend uit, middag in heette. Dacht ik ook, ja, met het legendarische WOW. Het legendarische WOW, het was altijd de bedoeling dat de luisteraars in 1 minuut tijd achter de identiteit van de persoon kwamen. Nou, dat lukte vrij regelmatig en ze kregen ook fantastische prijzen, zoals het aanvragen van een favoriete plaats. Dat was toch een hele prijs voor die tijd. Hebben we jarenlang volgehouden? Jarenlang, ja, inderdaad. En ik moet zeggen dat het programma altijd heel goed beluisterd werd, want ook collega's die na mij dat programma deden, die hadden niet te klagen over, over het aantal luisteraars wat zich telefonisch in verbinding stelden met Free Radio Rotterdam. Free Radio was afgelopen, illegaal, op de kabel. Je bent ook actief geweest op de kabel, eerst nog bij de legale Free Radio. Tegenwoordig op vrijdagavond. Wat doe je los van de vrijdagavond? Andere nog radio dingen? Andere radio dingen doe ik op het ogenblik niet meer, omdat ik daar helaas geen tijd voor heb met het... Ik ben de hele week bezig met het samenstellen van het programma wat elke vrijdagavond tussen 10 en 12 uur te beluisteren valt. En dan ben je gewoon de hele week bezig met platen uitzoeken voor dat programma. Dus vandaar dat ik weinig tijd meer heb om andere radiozendtijd in te vullen. De toekomst voor René van der West, hoe gaat die eruit zien? De toekomst die ziet er heel goed uit. Want ik denk dat als de stadsomroep straks alles zelf moet gaan doen en de luistercijfers helemaal niet meer waarneembaar zijn, dat Free Radio toch op een of andere manier weer terug moet komen. Nee, dat lijkt me een positieve wending om dit gesprek te beëindigen. Bedankt voor je komst naar de studio en we spreken elkaar nog. Dank je, Jan. Raspberries, I don't want to say goodbye. Tegenover mij, Erik, welkom. Goedenavond, Jan. Woensdagavond voor jou, geen ongebruikelijke avond. Nee. Jij doet altijd de show tussen 10 en 11, de Rock Ballads. Ja, dat klopt. Toch ben je al jarenlang bij Free Radio betrokken. Hè? Altijd een beetje als buitenbeentje met de hard rock. Maar kan je wat vertellen over jouw periode, jouw illegale periode bij Free Radio? Nou, ik ben ongeveer in 1984 bij Free Radio gekomen. Er was toen een discjockey, Hans Hogeveen, die had een hard rock programma. En die vroeg mij om daar platen voor te regelen bij dat programma. Dus ik was een soort producer van zijn programma destijds. En op een gegeven moment kreeg hij steeds minder tijd en langzamerhand ben ik dat programma gaan overnemen. Ook eerst non-stop en later ben ik dat gaan presenteren. En dat ging in het begin ging dat uiteraard zeer slecht, maar in de loop der jaren is dat steeds beter gegaan. En ik denk dat een zeer gewaardeerde groep hardrockers mij nog wel kent uit die periode. Dat was op de donderdagavond destijds bij Free Radio. Dat was inderdaad op donderdag. Ja, en dat was tussen 9 en 11, dat heette Come on, Feel the Noise, als ik me goed kan herinneren. Dat klopt, ja. Ja. Dat was afgelopen, je bent meegegaan met de legale Free Radio. Ja, nou in eerste instantie met de legale Nieuws Jongerenradio. Ja. En ja, toen begonnen eigenlijk de problemen dat de hardrock een beetje werd geweerd. Ten tijde dat de stadsradio eigenlijk legaal of in de ether kwam. En toen werd de hardrock min of meer geweerd, want het was te hard voor de stadsradiofrequentie. Dus ik bleef eigenlijk altijd op de kabel zitten. En daar zit ik nu nog steeds. En vandaar dat ik eigenlijk alle radiostations al in de loop der jaren ben afgegaan. Ja, wat was nou, even eerlijke vraag, het leukste radiostation? Nou, uiteraard de beginperiode van Free Radio, de illegale periode, omdat ik toen wel in de ether zat. En een heel groot bereik, zeer veel luisteraars. Dus, en het laatste half jaar, drie kwart jaar weer in de ether bij Free Radio, op woensdagavond. Met Rock Ballads. Hoe bevalt dat? Hoe heeft dat... Ik ben heel erg blij dat ik die kans heb gekregen, ben wel bij Free Radio. Ja. Wat ga je doen in de toekomst? Ik blijf uiteraard mijn programma doen op de Rotterdamse kabel 99.6, Come on Feel the Noise, dat draait nog steeds. Op de dinsdag en de woensdagavond tussen 6 en 7 uur. En waarschijnlijk met ingang van volgende week woensdag een programma tussen 9 en 11, of tussen 9 en 12 op de stadsradio frequentie. Dus softe hard rock en rock ballads. Dus ik blijf gewoon draaien op de stadsradio. Nou, kijk eens aan. Ja. Hey, een plaat, je laatste plaat op Free Radio Rotterdam. Ja, we zullen het in rock ballad-achtige sfeer houden. Een van de mooiste ballades van de laatste tijd vind ik een band genaamd Alien uit Zwitserland. En de ballade heet Don't Turn Me Away van de CD Shifting Gear. 3, 2, 1, 0. Maar nog nooit geëvenaard. Free Radio Rotterdam. Hey, goeiedag.
dit is Free Radio Rotterdam. En hey, goeiedag, zeggen wij tegen Dr. Anders, Erik Moret. Arrogant die zelf. Erik. Ik wou het eigenlijk over jou hebben, maar het schijnt niet te mogen van je. Nee, dat is niet nodig. Erik, wij hebben altijd een bepaalde verwantschap op de radio. Wij zijn namelijk in dezelfde periode begonnen, in de zomer van 1984. Als nieuwslezer, jij ook? In dezelfde week zelfs, Jan. Meen je dat? Was dat dezelfde week? Kan je iets vertellen aan de luisteraars over de eerste periode, dat je kennis maakte met het radiostation Free Radio? Ja, nou, een beetje wijsneuzig studentje had ik een bandje ingestuurd en eigenlijk nooit ermee rekening gehouden dat dat nog wel eens een keer zou kunnen leiden tot al die gekke toestanden die daarna zijn gevolgd. Maar ja, wij zijn in de illegale periode vanaf 84 op de Spuikweek begonnen met nieuwsuitzendingen tijdens de zomer. Het was een ontzettend leuke tijd. Ik kan me nog goed herinneren dat Hans van der Meer, een van de initiators van Free Radio Rotterdam, tussen 4 en 6 filevorming deed. Kees de Wit deed The House of Fun. Ja. Dat waren dolle middagen en tussendoor zaten wij daar nieuws te lezen en met bandjes te pielen en zo. En dat was allemaal heel gezellig en dat heeft zo een jaartje geduurd. En toen werd het allemaal, wat het nieuwslezen betreft, wat minder makkelijk. Want ja, de studie kwam ertussen, daar had ik last van, daar had jij last van. En toen zijn we zo langzamerhand toch begonnen met het presenteren van programma's, want dat wil je toch eigenlijk allemaal doen. En ik denk ook dat van die tijd het beruchte Blackout Show programma dateert. Maar we hebben de camera's even op jou gericht nu, tijdens het laatste uur van Free Radio. Je eerste programma, je eerste gepresenteerde programma, na het uitzenden van het nieuws, eerst hadden we het nieuwstijd, vanuit de slaapkamer van Hans, weet je nog? Ja. Daar hangt nog een foto erachter trouwens. Ja, inderdaad. Je eerste programma, op vrijdagmiddag was dat, dacht ik? Ja, met een collega van wie ik de naam niet zal noemen, omdat het Pierre van der Stappen is. Legendarische Pierre van der Stappen, even noemen. Een van de mensen achter het radiostation die het gemaakt hebben in de illegale periode totdat het geweest is destijds. Jij deed daar op vrijdagmiddag een programma mee? Ja, dat was Stappen met Moret. En dat werd zelfs op een gegeven moment nog televisie. Want dat is nog eens een keer uitgezonden in een AVRO-programma. En dat was heel leuk. Dat was een hele goede combinatie van muziek en informatie over het uitgaansleven in en om Rotterdam. En dat was erg leuk om dat te doen. En dat ben ik later alleen gaan doen, omdat Van der Stappen kaartjes ging controleren. En toen werd het Inforet op de vrijdagmiddag tussen 4 en 6. En dat heb ik altijd met ontzettend veel plezier gedaan. Totdat in het voorjaar van 1987... de vervelende berichten over Free Radio de wereld in kwamen en wij gedwongen werden om de radio in de wilgen te hangen, om het zo maar eens te zeggen, voor enige tijd. Ja. Toen werd het stil en toen zijn we achter de schermen met een hele kleine ploeg mensen doorgegaan, waaronder Jan van Zanten van de beruchte Blackout Show. En Frank Bakker, die te vergeten. Frank Bakker uiteraard. Hans hadden we. Ron de Bree was er in die periode ook nog bij. Roel Prins hadden we nog. Roel Prins is van begin af aan ook altijd erg actief geweest. Nou ja, toen zijn we begonnen aan het verhaal wat vanavond al een paar keer verteld is. De legale uitzendingen via de kabel op 100.6. En in de eerste maanden van die uitzending heb ik op zondag samen met Roel een ontzettend leuk programma gemaakt. Waarvan de naam mij inmiddels is ontschoten. Nou, de mijne niet, want het was de avontuurlijke avontuurtjes. Ja, het is, dat zondagavond. Klopt, ja. Maar even terugstappend. Free Radio was als illegale radiopiraat afgelopen. We zijn weer opgestart. Dat kwam voor jou heel goed uit, want jij was met je studie, was jij toch wel in die hoek beland waar wij als Free Radio als organisatie zijn en wat dan hadden. Nou, een van de meest trieste beslissingen in mijn leven is geweest dat ik economie wil gaan studeren en geen rechten. Want anders was ik nu omroepdeskundige geweest. Had het wellicht heel anders eruit gezien voor Free Radio nu? Dan had ik waarschijnlijk nu op de 21ste etage van het WTC gezeten achter een groot bureau. Maar dat is er helaas niet van gekomen. Maar we hebben ons best gedaan om via de legale manier, die voor ons heel erg ongewoon was, de zaken netjes te regelen. En dat hebben we, dacht ik, al die jaren sinds januari 87 heel netjes gedaan. Tot dit moment helaas. En dat is natuurlijk toch een beetje pijnlijk. Ja. Maar gelukkig is Moret een lachend man. Want ik ga lekker verhuizen naar Barendrecht. En daar ga ik een mooi. Jij gaat ook naar Barendrecht FM. Ik dacht het wel. De naam Barendrecht FM is al vaker gevallen vanavond. Dat is een radiostation in Barendrecht dus. Kan je er iets over vertellen aan de luisteraars? Het is een initiatief van de medewerkers van Free Radio Rotterdam. Wij hebben op een gegeven moment gezegd, we willen toch het heft in eigen handen houden. Omdat wij vinden dat we zelf de beste radioprogramma's op ons eigen zendertje willen zetten. En dat heeft heel lang geduurd. Het is van ons heel erg wennen geweest om het allemaal via de regeltjes te doen. Maar op den duur went dat ook. En ik mag wel zeggen dat wij met de ploeg mensen die daar destijds aan begonnen zijn in Barendrecht een hartstikke mooi station hebben neergezet. Daar zijn we allemaal erg blij mee. Ook met een heleboel nieuwe enthousiaste mensen vanuit Barendrecht omgeving en Rotterdam-Zuid. Die daar erg enthousiast aan de gang zijn. En daar gaan we met z'n allen volledig de beuk in gooien. Want ja. Barendrecht FM, dat is nu de toekomst.
Even resumerend, je zou dus kunnen zeggen dat Barendrecht FM een soort zusterstation is van Free Radio Rotterdam. Ja, het is eigenlijk Free Radio in een wat gewijzigde vorm. Het is natuurlijk altijd een beetje vervelend om van zo'n legendarisch naam afscheid te nemen als Free Radio Rotterdam altijd is geweest. Want het is een heel bijzonder station en het heeft een heel apart plekje in het hart van ons allemaal. Maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan. En dan moet je je kaarten zetten op de winner. Ja, en in dit geval is dat voor Free Radio dus Barendrecht FM. Voor de duidelijkheid voor de nieuwe luisteraars. Het station is al in de lucht, hè? Al een half jaar lang. We zijn al sinds januari bezig. Al iets langer zelfs, geloof ik. De uitzendingen zijn te beluisteren op 106.4 in de ether. En die zijn ook in Rotterdam te ontvangen, heb ik begrepen. Die zijn in Rotterdam zeker te ontvangen. Dat is leuk. En 24 uur per dag. En zo hoort dat. En zo klinkt het. De klok rond. Moretje, laatste legendarische woorden, als ik mag wel zeggen de lokale rop-out van Rotterdam. Wat is je laatste plaat? Laatste plaat heb ik... Valot van... van Julian Lennon, zaterdagmorgen om 8 uur. Nee, het is wel een hele rustige plaat. De plaat heeft altijd ontzettend veel indruk op mij gemaakt. Ik zeg gedag aan alle trouwe luisteraars van Free Radio Rotterdam. Ik hoop ze allemaal op Barendrecht FM weer tegen te komen. En hier zijn als laatste plaat van Moretzky... The Righteous Brothers, and you've lost that love and feeling. You never close your eyes. Op FM 94.6 met een uitzending van Free Radio Rotterdam. Luisteraars, hier is Jacques Plafond en ik vraag uw aandacht voor Free Radio Rotterdam. Sandra, op Free Radio Rotterdam. Dag, Sandra. Hallo, wat doen jullie allemaal hier? Willen jullie even wegwezen? Het is mijn uurtje hoor. Het is jouw uur op woensdagavond. Woensdagavond 11:12. De legendarische Sandra shows op Free Radio. Eigenlijk als enige dame in een hele mannenmaatschappij. Hoe is dat gegaan? Hoe is het zo gekomen? Ook dat. Nou, ik kwam op 9 maart 1984 ergens in een tent en dan zat ik wat te drinken. En er kwam een jongen naar me toe en die zei, weet jij hoe laat het is? Ik zeg, kan je niks leukers verzinnen, maar dus waarschijnlijk niet. En we raakten een beetje aan de praat en het bleek dus dat die jongen een discjockey was bij Free Radio Rotterdam. En ik ben een keertje gaan kijken en ik was sindsdien niet meer weg te slaan. En aan het begin zeiden ze al tegen me van, joh, Sonny, moet eens wat proberen. Ga eens nieuws lezen of iets anders leuks. Drie om drie, even een paar plaatjes aankondigen. Maar dat vond ik dus doodeng. Als ik naar mezelf luisterde, dacht ik van nee, dat wordt nooit wat. Maar toen later heb ik het toch geprobeerd. Je hebt de illegale periode van Free Radio niet meegemaakt als presentatrice, hè? Nee. Toen heb je wel meegemaakt achter de schermen. Oh jee. Van zeer nabij zelfs, heb ik me laten vertellen. Ja. En je bent pas gaan presenteren toen we legaal waren. Ja, klopt. Je eerste show is op zondagmorgen, weet je nog? Oh jee. Geen tijd. Geen tijd. 10:11 en dan... moet je zaterdagavond nog ook even op stap natuurlijk. Lekker laat je bed in en dan 's ochtends met je ogen half dicht hier. Maar toch heel erg leuk, lekker rustig aan, lekkere plaatjes draaien. Vond ik ook heel leuk op zondagmorgen. Later in de eten erbij gekomen op woensdagavond, de shows tussen 11 en 12. Ja. Vond je het leuk om te doen? Heel erg leuk om te doen. Ja, ook weer heel anders. En gewoon lekker twee om twee, niet te veel praten. Want een disjockey zegt nooit wat zinnigs, dat weet je zelf ook. Je zegt af en toe zijn tijd en weerbericht. Precies, naar de top. Je kletst een beetje uit je nek. Heb je nou andere reacties gehad, omdat je als meisje tussen allemaal mannelijke disjockeys zit? Nou, ik hoor nog wel eens reacties en daar sta ik eigenlijk versteld van. Van mensen, bijvoorbeeld op mijn werk, ik werk bij een nogal groot bedrijf. En er komen wel eens mensen naar me toe die zeggen van, joh, ik heb je gehoord. En ik vond het hartstikke leuk. Je mag de naam gerust noemen hoor, ik bedoel... Nationale Nederlanden. Dat lot heeft toch anti ons beslist, dus wat dat betreft. De toekomst van de woensdagavond af uiteraard, want Free Radio is er niet meer, over een half uur. Ja. Wat ga je doen? Barendrecht FM natuurlijk. Ja, uiteraard. Wanneer ben je daar te beluisteren? Normaal op zondagmiddag. En ik weet niet, zal nu wat een en ander gaan veranderen. Er zal wel wat meer gepresenteerd werk gebeuren daar. Dus dat is maar afwachten. Er zal wel een spoedvergadering bij je geroepen worden, denk ik. Vind je het leuk op de radio als presentatrice, als disjockey? Ik vind het heel erg leuk. Dan mag je voor de laatste keer een plaat draaien. Chicago, if you leave me now. Het allerbeste. She
Chicago, If You Leave Me Now, de persoonlijke plaat van Sandra, de vrouwelijke discjockey van Free Radio Rotterdam. Tegenover mij zit Mark de Mast. Mark, goedenavond. Goedenavond. Hoe is het met je? Ja, slecht eigenlijk. Hè? Ja, jij hebt er al eerder meegemaakt, het uit de lucht gaan van een legaal radiostation. Ja, ja. Bij Transatlantic. Het went. Dat is erg eigenlijk, maar het went echt. Ja, Transatlantic, vorig jaar, maart, toen zijn we ermee gestopt. En toen ben je eigenlijk als een van de weinigen, samen met Rick dan, naar Free Radio gegaan. Ja, met z'n tweeën eigenlijk. Ja, heb je shows gedaan maandagnacht tussen 2 en 4? Maandagnacht tussen 2 en 4, muziekantiek. De legendarische muziekantiek. Is het nu al legendarisch? Ja, nu al legendarisch. Nou, ik deed daarvoor natuurlijk ook bij Transatlantic. En dat heb ik gewoon bij Free Radio voorgezet. Dat is gewoon muziek die niemand draait. Het zijn allemaal die oude plaatjes die iedereen toch wel meezingt. En jullie draaien terecht uiteraard gewoon een nieuwe plaat in de hits. Maar ik ben eigenwijs. En ik draaide dus alleen maar lekkere oude platen, vooral 's nachts. Niet te moeilijk doen, 2 om 2. Een babbeltje ertussendoor en dat was het dan, hè. Je hebt er echt met heel plezier gedaan, begrijp ik, hè? Ja, ik vond het leuk. Ja, het is muziek die mij aanspreekt, hè. Ik hou niet zo van nieuwe muziek. Ik weet niet eens wat nummer 1 staat in de top 40 bijvoorbeeld. Superfreak, geloof ik, zoiets. Zoiets, ja. Ja, nou, daarom. Dus ik vond het leuk. En als ik het zelf leuk vind, dan komt het bij de luisteraars misschien ook zo over. En vandaar dat ik dus de afgelopen een jaar lang, vorig jaar zomer begonnen. Na Transatlantic, die in maart vorig jaar gestopt is. Vanwege dezelfde reden waar we nu het laatste uurtje doen. Ja, je tijd bij Free Radio, leuke periode? Ja, het zijn aardige jongens. Aardige lui allemaal. Toch wel? Ja, 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 ja. Als ik dat eerder geweten had. Ja, ja. Ja. Altijd geleerd ben. Ja, de laatste platen ook voor jou? Ja, ik heb al verteld, oude platen. Dus wat moet je nou denken, Ben? When will I see you again? Ik ga nu echt zeggen, ik weet het niet meer. Ik weet het echt niet meer. We spreken elkaar nog in de toekomst. Dank je, Jan. Dag. Mark de Mast voor het laatst op Free Radio Rotterdam. Met als zijn favoriete plaat The Three Degrees en When Will I See You Again. De ene na de andere corrivee van de Rotterdamse radio neemt afscheid van Free Radio. Tegenover mij iemand die we de laatste jaar, anderhalf jaar hier niet meer gezien hebben. Maar vroeger een hele toonaangevende rol gespeeld heeft op de radio, 105.8. Peter. Hi. Peter de Leeuw. Ja. Voor Intimie. Hoe is het met je? Nou, sinds ik verhuisd ben naar het oosten des lands gaat het prima, ja. Ik wil niet zeggen dat het daarvoor slecht ging, maar ik heb het goed naar mijn zin. Op radiogebied nog actief? Ja, we zijn op het ogenblik in het kleine dorpje waar ik woon bezig met het opzetten van een lokale radio. Ik las daar een artikeltje over in de krant en daar ben ik naartoe gegaan. En dat begint leuke vormen aan te nemen, ja. Je tijd bij Free Radio, welke periode spreken we over? Ik ben, om even heel precies te zijn, in 1982 begonnen. Ik heb daar onder andere die legendarische donderdag en vrijdagavonden, of tenminste middagen tussen 5 en 6, het met Peter gaat het beter gedaan. Daar zit een kleine anekdote. Ik kan me nog herinneren dat op een gegeven moment ik een plaat had gedraaid. 10 Years After and I'm Going Home. En toen dachten Mark en ik dus echt van, nou ja, nu is het afgelopen. Want dat was zo verschrikkelijk hard en dat kon gewoon niet op de familieradio. Nou, daarna in 88, 89 radioprogramma's gemaakt. En eigenlijk dit jaar ook nog 2 uur, heb ik begrepen. Die zijn nog uitgezonden. Ja, inderdaad. Maar voornamelijk de nachtprogramma's gedaan. Ja, als jij nou terugdenkt aan Free Radio, noem eens iets. Waar denk je aan dan? Aan de verschrikkelijke gezellige ontvangst die ik altijd gehad heb bij Free Radio in de piratentijd. Ik kan me eigenlijk alleen maar herinneren dat ik daar altijd heel plezierig over de vloer kon komen. Er stond altijd wat te drinken, er was altijd wat te eten. En het was er gewoon gezellig. Ik wil niet zeggen dat dat nu niet meer zo is bij de lokale radio zoals dat nu functioneert. Maar dat was gewoon een bepaalde familieband die je daar had. En ik geloof dat jullie dat nog veel beter hebben gevoeld dan ik. Omdat ik natuurlijk eigenlijk een van de mensen ben die niet zo erg lang bij Free Radio heeft gezeten. Maar nogmaals, ik heb het reuze naar mijn zin gehad, altijd. Je mag voor de laatste maal afscheid nemen, Peter. Ja, dat wordt voor mij natuurlijk ook de allerlaatste maal voor Rotterdam en omgeving. Omdat ik niet meega naar Barendrecht FM. En dat heb ik eigenlijk al een beetje uitgewilligd. Ik woon tegenwoordig in Brabant. En mijn laatste plaat is Peace van Pieter. En in Brabant, wat ik eigenlijk daarnet al zei, dat is een verschrikkelijk mooi land om in te wonen. Echt waar. En daar hebben ze een uitdrukking. En dat is een samenvoeging van 2 zinnetjes. Hou je haaks, hou je goed. En dat is hou doe. We have peace. Can we have peace all the time? It's something there's not.
favoriete plaat van Peter Leo, zoals hij destijds regelmatig draaide op Free Radio Rotterdam op de 105.8. Peace van Peter. Volgende radio corifee tegenover me, Wouter van Straten. Wouter, goedenavond. Goedenavond, Jan. Trieste avond, laatste avond Free Radio Rotterdam. Hoe lang heb je het mee mogen maken? Tweeënhalf jaar, zoiets. Wat zijn je ervaringen, je reacties? Nu of in het verleden? Beide. Nu erg slecht natuurlijk. Het is een triest verhaal, maar het is nog helemaal zo. Maar voorheen, de laatste 2,5 jaar, zijn voor mij 2,5 jaar gigantisch radio geweest. Echt, ik krijg er nog steeds kriebels van op mijn rug. Ik zie ze lopen nu. De slaapdokter? Ja. Door jou uitgevonden en geïntroduceerd op de radio. Geweld. Later begrip in Rotterdam. Ja, dat is ingeslagen als een bom. Ja. In eerste instantie dacht ik, dat wordt helemaal niets. Maar ja, het was toch iets aparts, iets anders. En dat sloeg toch een beetje in bij het Rotterdamse publiek. En ik heb het regelmatig gemerkt op de donderdagavond. Dat mensen met zware problemen mij belden. En dat ik de oplossing moest geven. Ja, dat is het heel leuk. Dat geeft het contact met je luisteraar. Hè. En daar is Free Radio in het verleden al heel groot mee geweest. Wat ga je doen in de toekomst? Barendrecht FM, hè. Ook? Ook, ja. Ja. Zou je het missen, dit radiostation? Ja, zeker. We horen elkaar nog in de toekomst. En een plaatje van ABC? Ik vind het prima, Jan. Oké. Favoriete plaat van Wouter van Straten, de man van de donderdagavond op Free Radio. ABC, That Was Then, But This Is Now. Je zou het kunnen verwijzen naar een opvatting Barendrecht FM. Dat was toen en dit is nu Barendrecht FM, de toekomst. Tegenover mij een discjockey, waarvan ik altijd even moet denken hoe die nou echt heet en hoe die op de radio heet. Kees de Wit, welkom. Goedenavond. Dat is een hele lange tijd geleden voor jou, Free Radio. Een hele lange tijd. Begin jaren 80. We hebben het van het begin en ja, we hebben het eigenlijk meegemaakt tot nu dan. Hè. Althans niet echt actief als discjockey de laatste jaren, maar... Ja, het is toch een triest gebeuren. Heb je een anekdote uit jouw piratenperiode bij Free Radio? Ja, het zijn er eigenlijk een heleboel. Een kleine? Nou, vroeger zijn we natuurlijk begonnen als weekendradio. En we hadden dus twee locaties. En dan was het altijd eigenlijk zaterdags het spul overdragen naar de andere locatie. En dat gebeurde altijd heel erg vroeg. En ja, de telefoon, hè, dat is eigenlijk toch altijd heel spannend geweest. Leuke dingen meegemaakt bij Free Radio? Hele leuke dingen. Echt locatieuitzendingen, drive-in shows, gewoon natuurlijk ook de reacties van je programma's. Ja. Dat zijn mis je het niet, het feit dat je geen radioprogramma's meer maakt? Nou, ik moet eerlijk bekennen, ik ben eigenlijk altijd een hele verslaafde radioman geweest. Omdat, ja god, bij Free Radio toch bijna 14 uur per week radio gemaakt. En door werkzaamheden heb ik dat af moeten bouwen, maar ja, het is toch een hele afkick geweest. Net zoals nu ook, ja, dan zit je dan op die stoel, je maakt weinig radioprogramma's, ja, bij Barendrecht. Maar... Ja, nu op dit ogenblik, ja, het is toch een bepaald afscheid wat je moet nemen. Van Free Radio Rotterdam. Maar je bent ook actief in Barendrecht, heb ik begrepen. Ja. Dat is te beluisteren, 106.4. En dat klinkt ongeveer zo. Kies voor de beste. Kies Barendrecht. Losing You Forever van Mai Tai. Ja, iedereen zit erop te wachten natuurlijk. Op de discjockey met altijd de spitsvondige opmerkingen en zo. De meest gehate discjockey bij een aantal collega omroepen. Hij zit hier tegenover me. Jan, goedenavond. Mag ik, Mark, van de gelegenheid gebruik maken eerst even dit gesubsidieerde blaadje te verscheuren? Wat hier de hele tijd in de weg ligt. Yo. Ongelooflijk hekel aan gehad vanaf het begin al. Dat weet iedereen. Het is 12 minuten voor 12. De laatste 12 minuten Free Radio Rotterdam gaan in. Tegenover mij zit Jan van Zanten. De hele studio staat vol met allemaal medewerkers van Free Radio. En Jan gaan we ook nog even aan de tand voelen. Jan, hoe ben jij begonnen bij Free Radio? Nou, ik hoorde Free Radio in de zomer van 84. En toen hoorde ik nieuwslezers. En ik dacht bij mezelf, nou wat die kunnen, dat kan ik ook. Bandje gestuurd. Niks van gehoord. Nee. De hele tijd niet. Misschien wel een paar maanden niet. En toen dacht ik ineens, weet je wat, ik ga eens bellen. Want dat gaat niet goed daar. Ik bellen. Marco van Dijk. Zij, die las toen nieuws in die tijd, Marco van Dijk, Moret kent hem ook. Ook kom dan maar langs, want toevallig ga ik vanmiddag voetballen met mijn vriendjes, dus dan kan je vanmiddag wel komen draaien. Dus
ik voor het eerst naar boven. Het was een beetje hoog in die tijd, nog steeds denk ik. Nieuws gedaan, later programma's. Leuke tijd, Free Radio als illegale radiozender. Hele leuke tijd geweest. Toch een stuk van je leven, als ik zo om me heen kijk. Allemaal jongens, ja, die ken je toch een jaar of 5, 6, 7. Allemaal begonnen toen we een jaar of 16, 17, 18 waren. Ondertussen, ja, allemaal dik in de 20. Je trekt zo lang met elkaar op, je groeit met elkaar op. Het is een soort, ja, echt wel, wordt wel gezegd familie. Maar bij Free Radio was het zeker het geval. Het was één familie. Ja, die legendarische Blackout Show die je tot gisteravond hebt gedaan. Wanneer ben je daar eigenlijk mee begonnen? Want dat dateert ook al van vroeger, hè? Ja, dat is al een hele tijd. Nou, ik maakte vroeger op de middelbare school maakte ik altijd wel cassettebandjes. Met plaatjes erop, weet je wel. Zo'n oud pick-upje plaatjes draaien en zelf aankondigen. Toen was ik een jaar of 13 of zo. En dat heette toen Blackout Show, ik heb bedacht. En toen later zat ik op Free Radio dus. En moest een naam hebben. Ik dacht, nou, dan noem ik het gewoon Blackout Show. Ja. En dat is altijd zo gebleven. Ja, waarom? Ik bedoel, André van Duin heeft er al jaren geleden een liedje over gemaakt. Het heet Waarom zijn de bananen krom? Waarom was jouw programma altijd zo herkenbaar? Nou, omdat ik, ja, dan doe je misschien op een aantal reacties van mensen, vaak van collega's. Of mensen die doorgaan voor collega, die het dan vaak niet blijken te zijn. Ja. Dat komt omdat je ergens voor staat. Ik vind als je ergens voor staat, dan moet je daar vooruit komen. Ik heb altijd met heel mijn hart voor Free Radio gestaan, nog steeds. En het, dat is geen loze sentimentele praat of wat dan ook. Dat is echt waar, dat ben ik serieus. En mensen die die daar niet van houden, ja, die reageren zich daar heel anders op af. Ik bedoel, als ik radiostations hoor die identiek klinken op de radio, ja, en waarvan je dan weet dat er een hele, ja, heel verschil in organisatie achter zit, met duizenden guldens geld, ja, laten we maar gewoon zeggen subsidiegeld, dan vind ik dat een, ja, dingen die kan ik gewoon niet rijmen. Daar heb ik altijd kwaad over gemaakt, nog steeds eigenlijk, maar ja, gelukkig gaan we als eervol tweede gaan we de radio verlaten. Je bent ervan bewust dat je daar een hele hoop kwaad bloed mee hebt gezet? Ja, tuurlijk, maar dat geeft niet, want ik sta ergens voor. En ik denk dat meerdere mensen hier ergens voor staan, anders hadden we het zo lang niet volgehouden met Free Radio. Ja. Wat is je leukste ervaring met Free Radio geweest? Talloze. Ja. Wat ik zelf... Een hele leuke. Even denken hoor, die vraag overvalt me een beetje. Ik stel hem heel de avond aan alle mensen. En wat ik zelf heel leuk vond, dat was de start, de legale start op 2 januari 1988. Ja. Toen we die actiespots gemaakt hebben waarmee we finaal iedereen van de kabel afgeveegd hebben. Ja, ik herinner ze me nog als de dag van gisteren. Maar dat is even backsize information. Jan, Free Radio is over 8 minuten afgelopen. Wat is de toekomst voor jou? Ja, ze zeggen wel eens als het tij verandert, verzet met de bakens. In dit geval bij Free Radio en toch een deskundige ploeg. Niet alleen op radiogebied, maar ook organisatorisch. We hebben de bui eigenlijk al aanzien komen. Als je ergens zendtijd gaat huren, ja, dan weet je, het kan ik er afgelopen zijn. Bij Free Radio hebben we dat 1,5-2 jaar geleden al gedacht. We hebben uitwijkmogelijkheden gezocht. Hebben we gevonden in Barendrecht. Barendrecht FM. Het station wat in heel Rotterdam feilloos te ontvangen is. 24 uur per dag, 7 dagen van de week op FM 106.4. Daar gaan we heen met iedereen van Free Radio. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat Free Radio eigenlijk gewoon doorgaat onder een andere naam. In Barendrecht, op Barendrecht FM, frequentie FM 106.4. Jan, veel succes. Dankjewel, Mark. Hans, 5 voor 12. De laatste 5 minuten van iets wat altijd jou bijzonder zeer na aan het hart gelegen heeft. Free Radio Rotterdam. Ja, inderdaad. Ja. Gaat er door je heen? Ja, ik denk dat ik me nu nog niet zo goed realiseer. Maar ik denk dat ik, als ik vanavond op mijn bed lig, dat ik dan toch wel denk van jeetje. Wat is er allemaal gebeurd vanavond en wat is er allemaal gebeurd in de afgelopen 10 jaar? En ik denk dat ik toch wel met weemoed op terug zal kijken. Een stuk van je leven wordt toch afgesloten? Ja, inderdaad. Je bent er mee opgegroeid. En, het is heel moeilijk. Vooral dit gedeelte vind ik heel erg lastig. Vooral die laatste 5 minuten. Had ik niet verwacht. Van mezelf tenminste. Ik dacht toen we 3 jaar geleden echt illegaal, definitief, dachten we toen voor de 42e keer uit de lucht hadden gehaald. Ik dacht van nou, dat is nu echt helemaal over. Ja, en als je dan nu dan weer toch hier zit, dan denk ik van ja, het is de tweede keer dat het over is. Heel moeilijk. Ja. Maar Free Radio gaat door, hè? Onder een andere naam. Ja, het is heel vervelend dat het op deze manier gegaan is. Het is heel onrechtvaardig wat ons allemaal gebeurd is. We zouden er in principe niet te veel woorden over vuil maken. Maar ik wil toch nog eventjes het grote publiek eigenlijk uit willen leggen. In kleine woorden dan hoe het gegaan is. We weten allemaal, het kost erg veel geld. Wij waren per jaar ongeveer 50.000, 60.000 gulden kwijt aan zendtijd, aan kabelhuur, aan etherhuur, aan PTT-lijnen en alles. Nou ja, en dan zit je gewoon met een gat in de begroting. Wat moet je dan doen? We hadden natuurlijk in die legale periode wel wat overgehouden, maar niet zoveel geld om daar 3 jaar van legaal te draaien. Nou, wat doe je dan? Dan ga je eens kijken, wat kunnen we doen om wat binnen te halen?
dan ga je dus een uitgaansagenda verzinnen. Iedereen doet het, niemand heeft er problemen mee. Wij deden de uitgaansagenda, net als Niels. Niels die ging er 1 augustus af. En wij zagen de bui ook hangen. En voor ons valt vanavond het doek. En dat is gewoon heel erg triest allemaal. 3:53, de allerlaatste woorden. Jij mag ze uitspreken. Ja, ik dacht dat hij dat zou vragen aan me. Ik heb er heel de avond aan zitten denken. En ik weet het eigenlijk helemaal niet. Het enige wat ik wel weet, is dat we vrolijk verder gaan in Barendrecht. Dat we deze dag maar gewoon moeten vergeten. Het is jammer dat we niet morgenavond af hadden gegaan. Dan hadden we nog net onze 10e verjaardag mee kunnen maken. Helaas is het vandaag 1 dag voor de 16e. 16 augustus 1979, toen begon het allemaal. Het is jammer, maar het is helaas afgelopen. Vandaag houdt het op. Helaas. Zullen we alle luisteraars bedanken voor alles wat ze gedaan hebben? Ja, inderdaad. Ook natuurlijk de mensen die ons geloofd hebben. De adverteerders vroeger. En nu ook de mensen van de uitgaansagenda en allerlei andere dingen die we gedaan hebben. En we gaan vrolijk verder in Barendrecht. En ik hoop dat de naam Free Radio Rotterdam bij een heleboel mensen nog lang zal blijven hangen in de gedachtes. Ik wil het wel zeggen. Dat we misschien weer onder dezelfde naam ooit een keer terug kunnen komen. We zullen de laatste plaat starten. Jij mag hem aankondigen. Ja, nou toepasselijker kan het eigenlijk niet. Eentje van ABBA, Thank You For The Music. En wij bedanken iedereen voor het luisteren. Muziek voor jou. Je eigen station, Europort Radio. Middernacht, het begin van donderdag 16 augustus 1990. 1990 is 650 jaar Rotterdam. 1990, het jaar van veel teleurstellingen. Carthago 90, nog voor de aanvang afgeblazen. Rivoli 90, vroegtijdig afgeblazen. De maand augustus. Op 1 augustus moet News FM noodgedwongen haar uitzendingen via de Stadsomroep Rotterdam staken. In de afgelopen 3 uur bent u getuige geweest van de laatste uitzending van Free Radio Rotterdam. Free Radio heeft in de havenstad 10 jaar radiogeschiedenis gemaakt. Begon als illegale radiozender en geëindigd als centgemachtigde op de Stadsomroep Rotterdam. Free Radio is voor velen een voorbeeld geweest. Ze was trendsetter. Sommigen probeerden haar te imiteren. Nooit werd ze geëvenaard. De mooiste jingles, een Rotterdamse hitparade en altijd opgewekt. Dat was Free Radio, een station waar je u tegen schreeuwt. Namens alle luisteraars, de directie en medewerkers van Europoort 996 en de redactie van het Radio Nieuws wensen wij Mark en al zijn collega's het beste voor de toekomst. In 1980 is Free Radio Rotterdam begonnen met het uitzenden van radioprogramma's voor een heel breed publiek op 105.8 destijds. In 1987 werden we, geloof ik, voor de 35e maal uit de lucht gehaald. Ongeveer 35 maal zijn we uit de lucht gehaald. En vanaf januari 1988 waren wij legaal te beluisteren op de Rotterdamse kabel. Eerst op 100.6, daarna op 99.6 en sinds het begin van 1989 zelfs via de ether 102.7 en later op 94.6. Het uitzenden van die radioprogramma's van Free Radio Rotterdam kostte geld. Heel veel geld. En daardoor moest je af en toe dingen doen die voor de wet verboden zijn. En ja, en als je dat niet doet, dan kan je niet bestaan. Mark van Dalen. Free Radio. Free Radio. Heel toepasselijk. We bloeden echt dood hier bij Free Radio Rotterdam. Dat 12 uur vanavond de laatste uitzending en de plaat die we zojuist draaiden van de Frank Boeijengroep. Verslaafd aan jou als speciaal voor de mensen die het heel vervelend vinden en die altijd jaren met ons meegeleefd hebben en meegewerkt hebben. Voor al die mensen die het vervelend vinden dat we vanavond na 12 uur niet meer te beluisteren zijn, was die plaat dus van de Frank Boeijengroep. Uiteraard zijn er ook fantastische vrienden van ons die het hartstikke leuk vinden dat we vanavond voor het laatst zijn. Die mensen heb je helaas ook. Daar houden we niet van hier, maar oké, 1 keer zullen we de aandacht aan besteden. We zullen een plaat voor ze draaien. De allerlaatste skydiver op Free Radio Rotterdam van Oletta Adams. We hebben je al eerder verteld dat de invloed duidelijk hoorbaar is. Dat zijn de jongens van Tears for Fears die het plaatje geproduceerd hebben voor Oletta Adams. Ze heeft ook een prachtige cd uitgebracht.
Je weet dus de reden vanavond na 12 uur om een cd-speler te kopen. In plaats van naar de radio te luisteren. Want Free Radio is vanavond voor het allerlaatst. Pak nu de telefoon en bel.